Dit is een nieuwsuitzending en die gaat over zelfverdediging. Zelfverdediging is niet een onderdeel van de verzameling der privileges. Net zo min als reizen. Reizen is geen privilege. Mijn dochter die kreeg van haar moeder geen warme schoenen. En toen 2 winters achter elkaar zij bij mij op de bank meerdere keren zat te huilen van de pijn van de wintertenen. En dat is een vervelend dingetje wat je krijgt bij onderkoeling van de voeten. Met name de tenen worden dan heel koud. En als die daarna weer gaan opwarmen, nou dan... heb ik dus mijn kind ervan weten te overtuigen dat ze echt warme schoenen moest krijgen. Desnoods van mij. Want ik betaalde alimentatie, dus waarom zou ik... En ik betaalde al kleedgeld buiten de... Ik betaalde al. Maar er kwamen geen winterschoenen. Nou, dat heeft... Dus dat was in 2013, was dat. En toen het augustus werd, heb ik tegen mijn kind gezegd... Nu gaan we aanvallen. Dus met haar meerdere keren de stad ingegaan. Om te kijken naar warme schoenen die zij eventueel wel aan haar voeten zou willen dragen. Dus ik hou helemaal niet van winkelen. Ik heet wel Perry Winkel. Maar ik moest warme schoenen voor dat kind. Nou, haar moeder, die heeft... Ja, die zag de dreiging komen. Hè? Van Fokke, die Fok, straks krijgt het kind van Perry Winkel... schoenen van Perry Winkel. En dat moet ik ook niet hebben. Dus die heeft dat heel slinks gespeeld. Daar kan ik er nog wel complimenten voor geven. Hoe ze dat voor elkaar gekregen heeft. Maar goed, mijn dochter was ervan overtuigd. En dat lukte ook uiteindelijk ook. Dat ze winterschoenen zou krijgen van haar moeder. En die kreeg ze dan voor haar verjaardag. Nou, dat klopt niet. Een verjaardag voor je kind, in principe hoef je een verjaardag voor je kind helemaal niet te vieren. Waarom zou je dat doen? Maar het is altijd leuk om je kind te belonen. Je kind moet dan een heel jaar lang allemaal dingen doen. En dan jij, net als Sinterklaas, dan kom je aan met cadeautjes. En dat is een privilege. En dat heeft je kind verdiend. Als je kind het hele jaar door stout is geweest, ja, dan is het wat anders. Hè? Dan krijg je gewoon iets waarvan je ouders vinden, dat heb je toch wel nodig. Het is niet per se wat je zelf wil. Je krijgt niet een elektrische autoracebaan. Je krijgt ook niet een extensie voor je treinbaansysteem. Laat staan een nieuwe voetbalschoenen. Je gaat eerst maar eens je best doen. Dat is een privilege. Dat wordt je verleend, dat wordt je vergund. Maar dat reizen bijvoorbeeld, dat is ook zoiets. In principe is reizen geen privilege. En wij hebben dan hier wel dat... Als je met een auto wil gaan rijden, bijvoorbeeld... Daar moet je allemaal diploma's halen en op tijd zijn. En dan moet je weten wanneer het stoplicht op groen gaat en dan weer op rood. Want dat in Almelo altijd wat te doen is. Dat worden dan tot privileges. Dat reizen wordt dus tot een privilege gereduceerd. Je mag wel reizen, maar dan moet je wel een werkende OV-chipkaart hebben. Je mag wel lopen,
Maar dan moet je wel je ID-bewijs bij je hebben. Alsof het een privilege is. Als mijn ID-kaart is gejat door een bondkraagje, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. En zou ik niet meer mogen lopen? Dan kom ik oom agent tegen en die zegt, waar is je ID-bewijs? Ik zeg, ja, die is net gejat door een bondkraagje. Oké, zit hij in de boeien. Nee, natuurlijk niet. Het is een recht om te reizen. En het is ook een recht om jezelf te verdedigen. Christus Jezus heeft gezegd, wees daar niet te hard mee. Als iemand je alleen maar om je hemd vraagt of om je mantel of zo. Ja, dan geef je toch, als hij om je hemd vroeg, geef je hem ook nog je mantel. En als hij om je mantel vroeg, krijg je ook je hemd. Maak het uit. Die spullen komen wel terug. Maar als iemand op je afkomt met de bedoeling om je te vermoorden. Ik denk dat Christus Jezus zal hebben gezegd, we moeten goed luisteren, mijn jong. Ik ga zo dadelijk heen. En dat is op mijn gekozen moment. En niet door een of andere dolgedraaide. Ga weg. Ga mijn rug op. Satan. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, Satan, achter mij. Je hoeft niet alles te pikken. En dan heb ik twee leuke verhalen voor jullie. Die ik heb gehoord in de kroeg. Want ik zit altijd in de kroeg. Ga maar controleren hier. En dat was die kroeg, die is nu gesloten. En daar, dat was een, ja, ik moet er niet te veel details over vertellen, maar je hebt van die Turken en die handelen in cocaïne. Dat is gewoon zo. En daar is iets fout gegaan. Die maffiabaas, die had die tent gekocht. Ja, cocaïne levert veel geld op, dus die kocht die kroeg. Daar heb ik nog een keer gesproken. En toen kwam die uitbater, dus die man die achter de bar moest staan. Die regelde dan van die mooie Hollandse meisjes. En het draaide Hollandse muziek. En hij had een omzet van 0, broekzak. Ik vroeg me altijd af, waar kan je die meisjes van betalen? Ja, dat was dus dat andere idee. Het was in de buurt van waar ik woonde. En er kwamen voor de rest wel aardige mensen. En dan zit ik daar dus op een avond. Gewoon mijn normale recept, jenever met ijs, dat dronk ik daar altijd. Dat was heel goed te betalen. Jenever met ijs. En je mocht er ook blowen. Dus heel gezellig, man. En van die hele lekkere zware krukken, dat je er niet van, nou, die vallen niet omver. Dus je kan de meest gekke verhalen horen. En die krukken waren ook hoog genoeg voor iemand van mijn lengte. Je kon lekker op de bar hangen. Nou, en die Turk stond er achter de bar, die hield alles in de gaten. Een mooie mokkeltje, dat liep er in de rondte. En dan werden ze door die andere bruino's geroepen van, hey, ik betaal 5 kamelen voor jou. En dat meisje zo omkijken van, ja jongen, ik woon in Klarendal. Wat moet mijn vader met 5 kamelen? Maar goed, dat meisje dronk geen alcohol, want ze was in dienst. Ik dan wel. En naast mij zat een jongen. En die vertelde mij dus dat hij een akkefietje had gehad. En hij had een boete gekregen. En niet zo'n kleintje ook. Dat was in euro's een bedrag. Dan kan je een hele fatsoenlijke muziekinstallatie van kopen. Daar kan je zelfs van op vakantie heen en weer naar Ibiza, man. Plus, hij moest voor een periode van een half jaar of nog langer, iedere maand langs in Apeldoorn, of maakt me niet uit, maar ongeveer Apeldoorn of iets wat daar in de buurt ligt, zo'n revalidatiemeuk. En dan moest hij dan langs bij het slachtoffer. Zo was het dus toch, hè? Dus hij lag, die persoon lag in het revalidatiecentrum, dat was dus het slachtoffer. En hij had straf gekregen
van de overheid. Vraag aan die man, hoe kan dat dan? Nou, zei hij, ik ben vanaf jongs af aan, vanaf zijn 12e of zo, vechtsporter. Kickboksen, boksen, maakt niet uit wat, al die moves maken. Gewoon, eigenlijk is vechtsport een vorm van dansen. Je danst je tegenstander tegen de grond. Wie kan er het beste dansen? Weet je nog van Cassius Clay, die later Muhammad Ali ging heten? Die kon ook dansen, jongen. Nou, dat was zijn sport. Ja, ik dans ook heel graag, maar ik raak daarbij geen andere mensen aan. Ik doe alleen maar idioten. Wel leuke muziek. Hè? Pieter Gabriel of zo. Salisbury Hill, erg lekker nummer om te dansen. No Woman No Cry van Bob Marley, erg lekker om te dansen. Maar goed, hij danste dan in de sportschool. Hij was uit geweest op de Korenmarkt. Dat is een uitgaanslocatie, dat is het centrum van Arnhem. Je vindt het zo, als je aankomt Arnhem Centraal, je hoeft alleen maar op je gevoel te gaan lopen en dan ben je op de Korenmarkt. Vroeger werd de koren daar verhandeld. Dat was echt de korenmarkt. En nou niet meer. Nou is het alleen maar boom, 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 oetje, 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 boom, boom, boom. Allemaal horeca. Wel leuk hoor. Dus niet alleen barren, maar ook snackbarren. Je kon een calamaris krijgen. Echt niet zo stom. Hè? En die tent, die zit er op het hoekje. En nu zit daar de Dollars. Maar toen was het een andere club. Zo. Ik weet niet meer hoe dat toen heette. En de avond was voorbij, of de nacht was voorbij. Het was 2:00, 2:50, ik ken het wel. En dan moet iedereen toch een beetje naar huis. En niemand wil naar huis, want iedereen denkt, jeetje, lekker uitgaan. En er stond daar een meisje aan. En die had hij al eerder gesproken die avond. Dat was gewoon een meisje. En hij wilde ook nog niet direct naar huis. Dus hij maakte een praatje met dat meisje. Zo halverwege naar buiten. Je hebt zo'n terras zitten dan voor. Maar dan heb je zo van binnenuit. Hij stond er halverwege. Weet precies waar hij stond. En hij kletste met dat meisje. Niks aan de hand. Hij was er niet aan het dissen. Hij was er niet aan het versieren. Hij wilde niet per se gelijk naar huis. Dat was het enige. Even praatje maken met die meisje. Geintje. En dan krijgt hij me toch een trap in zijn rug. Dus hij draait zich om. En hij ziet een persoon een aantal stappen achteruit nemen. En een aanloopje doen. Om hem, ja weet ik van wat. Hij had hem al een trap in zijn rug gegeven. Dat is niet een schouderklopje. En hij voelde zich op dat moment bedreigd. En als hij niet zoveel gedronken had, misschien, dat weet je niet, dan had hij heel nuchter onmiddellijk een foetushouding aangenomen en op de grond gegaan en die vent over hem heen laten duikelen en een bloedneus laten krijgen op de stoeptegels. En dat hij kan zeggen van ja, ik heb hem niet tegengehouden. En nou heeft hij een bloedneus. Maar dat was niet zijn reactie. Want hij was in één keer op de sportschool. Dus hij ziet die man aankomen lopen. En die denkt, oké, laten we een robbertje doen. En hij trekt zijn rechterarm achterover. En hij raakt die aanvaller, die later als slachtoffer betiteld zal worden. Betiteld zal worden. Hij raakt die aanvaller op zijn linkerkaak. Ja, en dan precies onder het oor. Dus hij gaf hem een ram op zijn oor, eigenlijk. Daar ga je meestal in één keer down van. Nou, in dit geval ook. Alleen het punt was, dat is zijn klap, omdat hij heel veel getraind had. En hij was echt, bam, 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 bam. Tegen de bokzak of zo. Hè? Of een
beperringpartner. Of een andere die ook wel weet dat als je een klap op je kaak gaat krijgen, dan moet je echt je hele ruggenmerg ontspannen en je moet dat ding voorbij laten komen. Nou, daar wist die aanvaller helemaal niet van. Die had nooit op vechtsport gezeten. Dus hij kreeg die klap onder zijn oor met de volle 100%. Nou, dat leidde ertoe dat waar de kaak... als je je kaak even voelt onder je oor, dan heb je dus dat hoekpuntje. Dat zit ongeveer 3 centimeter onder je oor. Ongeveer. En daar brak hij. En dat bovenste stukje, dat heeft zijn eigen weg gezocht in het hersendeel van die man. Het kwam er feitelijk op neer. Hij had die man voor zijn kop geschoten met een stuk van de eigen kaak van die man. Zijn hersenen waren gewoon doorboord aan de linkerkant. Plus dat later bleek dat die kaak die was niet meer te repareren. Wat ze daarmee gedaan hebben, weet ik niet. Botsplinters eruit gehaald. Een stukje plastic ertussen. En die man die praat ongeveer net zo goed als dat Stephen Hawkins dat kan. Die kan helemaal niks meer zeggen. Maar die kan ook niks meer denken. Zijn hersenen zijn kapot. Een stuk van zijn eigen kaak is beland in zijn linker hersendeel. Nou, dat vind ik natuurlijk hartstikke vervelend voor de dader. Die nu het slachtoffer heet. Aan de andere kant. Waar haal je het gore lef vandaan om iemand in zijn rug aan te vallen? Wat is dat voor een lafaard gedrag? Hij had ook mijn vriend, want ik heb hem maar één keer gesproken. Maar dat was mijn vriend. Het had mijn zoon kunnen zijn. Als het mijn zoon was geweest, had hij mij vermenigvuldigd. Had ik tegen mijn omgeving kunnen zeggen, kijk, zo doet mijn zoon dat. En dat is mooi afgelopen. Ik had het hem nooit kwalijk genomen. Ik had tegen hem gezegd, dat geld wat hij moest betalen. Ik zei, jongen, daar komen we wel uit. En hij woont dan iedere maand naar Apeldoorn in de bossen. Waar zit dat? Jongen, ik speel je wel vrij. Maak je geen zorgen. Dat doe je niet. Je gaat niet zomaar iemand in zijn rug trappen. En natuurlijk, zo begon ik ook, voor die jongen, ik weet zijn voornaam trouwens niet. Die jongen had anders kunnen reageren. En het had hem een hoop ellende gescheeld. Maar dat zit er niet altijd in. We zijn toch geen computers? En trouwens, als je een computer hebt met Windows erop, nou, dat zit er ook niet altijd in, hoor. En zelfs een Mac loopt wel eens vast. Om maar te zwijgen over Unix of Linux. Heb je ook van die verrassende elementen. Dat heb je bij mensen ook. En ik vind dat de overheid gewoon had moeten zeggen, oké, iemand was aan het praten met een meisje wat jij graag mee naar huis wilde nemen. En je dacht, ik geef hem een trap in zijn rug. Dan rot hij wel op. En meneer de rechter had tegen die aanvaller moeten zeggen, heb je nu begrepen dat je dat soort dingen niet zonder meer moet doen? En als die aanvaller dan had gezegd, ja meneer de rechter, ik begrijp nu dat ik de volgende keer dat ik jaloers ben, want ik had graag willen wippen met een leuke blonde snonnetje, meisje of hoe ik haar me ook maar benoem, en er zit een andere jongen mee te praten, dan zal ik dat nooit meer doen. Nou, zegt meneer de rechter, u bent ontslagen van straf. En mijn vriend, die krijgt slachtofferhulp. Want die heeft een trap in zijn rug gekregen, en hoe gaat het eigenlijk met zijn rug? Dus die krijgt een tube calendula zalf. Helemaal gratis van de overheid. Die jongen werd aangevallen en heeft zichzelf verdedigd. Punt.
Had hij beter kunnen doen? Ja, wellicht. Had jij het beter kunnen doen? Oh, ja joh. Als jij er had gestaan, dan had je waarschijnlijk heel verbaasd gekeken naar die vent die op je af komt lopen. En het volgende moment lig jij op straat en ligt je bril in tweeën. Jij, dat is leuk. En dan kan je nu gaan proberen bij de ziekenfondsvoorziening om een nieuwe bril te krijgen. Omdat die door een of andere lullo van je kop af is gemet. Want zo kan het ook. Dat is een tweede anekdote. Ik heb een naamgenoot en die heet dus Perry. En dat kan niet anders, want ik heet Perry. En als ik een naamgenoot heb, heet die Perry. Heel toevallig, het is geen veel voorkomende naam. En Perry is een jongen die heeft een hele energetische jeugd gehad. Net zoals ik. Echt een jeugd waarvan je denkt van, wauw, wat maak ik veel mee elke dag. Toen ik hem leerde kennen, had hij een ontstoken stel voortanden. En dat heeft hij laten repareren. En dat heeft de tandarts echt geweldig goed gedaan. En in die tijd dat hij dus weer hele mooie tanden had, toen kon hij echt weer glimlachen. Hij werd steeds vrolijker en vrolijker. En hij ging naar de sportschool. En zo'n beetje elke dag. Gewoon een abonnementje, hij heeft een uitkering, hij mag niet werken of hij kan niet werken. Want die jongen is hartstikke getalenteerd trouwens. Maar op een of andere manier vindt de overheid het beter dat hij maar gewoon thuis zit met een vast inkomen. En hij tekent heel graag. En tekent heel mooi. Die Japanse tekenkunst. Ik heb mijn dochter ook daarvoor proberen te interesseren. Is niet helemaal gelukt. Maar ze kan het wel. Wel een beetje. Alleen hij is heel gedreven. Hij maakt totale verhalen. Hele boeken heeft hij voorgetekend. Allemaal 3D tekeningen, zullen we zeggen. Heel mooi. Daar kun je echt lang op studeren. En ik had dus een aanvaring gehad met een aantal bondkraagjes in een andere tent. En ik was een beetje pissed off. Ik heb toen niks gedaan. Ik heb wel nog op internet er een beetje over lopen ranten. Dat betekent schelden. En een standje gekregen van Jurk Kliesman. Dat niet helpt. Oké, het helpt niet. Goed zo. En met hem had ik het er ook over. Want hij vond het ook. Ik had niet mogen ingrijpen. We werden aangevallen door bondkraagjes. Die pakten onze gamecontrollers af. En die duwden ons opzij. En die gingen zelf voor de PlayStation 3 zitten. Want zij konden beter Mario Karten. Dus hadden recht op Mario Karten. En wij, oude Hollandse lullen, een shaken baby. Ik stond te trillen van woede. Maar Perry, die zei, het is maar goed dat je in bedwang gehouden bent door je omgeving. Want dat was ook zo. Ik ging naar buiten, het was lekker weer, iedereen stond daar te smoken. En ik zei dus, daar zitten twee mokrootjes, of wat zijn het, bondkraagjes, waar komt dat vandaan? Hè? Van die mensen die denken van, oh, het is het koud hier. Ja, ga dan lekker naar het zuiden, man. Een beetje bondkraagje. Dus ik stelde echt voor aan de groep van, kom op, we gaan er binnen. Iemand krijgt mijn bril. We tillen de jongens van de bank. We houden eentje houdt de PlayStation in de gaten. Want wat we niet willen is dat die jongens gaan trappen en dat de PlayStation kapot gaat. Want dan kunnen wij niet meer Mario Karten. Dus iemand houdt de PlayStation in de gaten en drie anderen pakken die twee klojo's en zetten ze de tent uit. Ah, dat mocht allemaal niet. Perry vond het ook. Dus zei ik tegen Perry, ja, maar als ze nou een van je tekenboeken inpikken, wat doe je dan? Nou, zei hij, dan maak ik ze af. Ik zei, oké, zijn we het daarover eens.
Nou, wat is hem nou laatst overkomen? Dat stond op Facebook. Dat hij dus... En ik weet niet, de details moet ik nog horen, want hij is momenteel slecht ter been en kan dus niet naar het voormalig officierscafé waar ik hem altijd trof. Want hij heeft krukken. Hij is aangepakt, jongen. Zijn bril helemaal aan flarden. Blauwe plekken. En dan denk je natuurlijk, hoe kan dat nou? Want die jongen, dat vertel ik je net, hè, die had zijn tanden laten repareren, die dacht helemaal smiley uit. Hij heeft veel beter haar dan ik. Echt, ook toen ik zo oud was als hij, hè, toen had ik al haaruitval. Hij niet. Een hele lieve jongen, die maakt mooie tekeningen. Nou, hij had dus een aanvaring gehad met 3 bondkraagjes. Letterlijk zei hij dat zelf. Hij gebruikte die term bondkraagjes. En hij was weliswaar op de sportschool geweest. En you believe me dat hij een paar kabam had kunnen geven. Maar als je er 3 tegenover je hebt. Ga jij dat winnen? Wat is dan hierop het antwoord? Hè? Want kijk, wij Nederlanders, wij zijn niet zo groepsmatig. Wij zijn niet zo van, met mijn neef en mijn andere neef gaan we de stad in. Ik ga altijd in mijn eentje de stad in. En dan kom ik mensen tegen en nou, nee, dan gebeurt dat ook gewoon, dat de ene tent gaat dicht en dan vraagt iemand aan mij van, zullen we naar die andere tent gaan? En dan is er nog iemand en die zegt, oh, daar wil ik ook wel mee. Ja, dan lopen we ook met z'n 3. Dat is toevallig. Maar waar we het hier over hebben, dat zijn 3 van die jongens. Van, we zijn met z'n 3 en we gaan iedereen pakken. Ik heb dat ook gehad, hoor. Ik had een avond lang in het café van dat hele mooie café van de wezen, van de mensen zonder ouders, daar had ik geschaakt. Dat vind ik leuk. Dat beledig ik mijn opponent niet mee. Ik beledig hem hooguit als ik te slecht speel. Dan zie je zo'n heel beteuterd gezicht aan de andere kant van, oh, dit is wel een hele slechte set. Ja, en dan bied je aan je tegenstander van, nou, zal ik hem dan maar terugnemen? En dan zegt zo iemand heel opgelucht, ja, alsjeblieft. We gewoon lekker schaken. Ja, en dan loop ik naar huis en dan wilde ik eerst nog even langs de koffieshop. Voor wat wiet of hash of zo, waar je maar zin in hebt. Want dat was bijna op. En dan naar mijn eigen flat toe is er een steegje. En dat is precies de kortste weg. Het is wel een steegje. 3 meter breed of zo. Met de auto kan je er niet doorheen, hoor. Heel klein autootje. Invalide wagentje. Maar gewoon een smal steegje. Nou, ja, dan komen 3 van die jongens, van die bondkraagjes, die komen mij tegemoet lopen. En die beginnen opmerkingen te maken naar mij. Alsof ik een man ben die een mens ben die op zoek is naar seks met jongere mannen. Want ik ben blank, dus ik ben Joris Demmink. Ze denken gewoon, iedere blanke die deugt niet. Betuig je vuile woorden naar mij. Ja, wat die klootzakken niet in de gaten hebben, is dat ik immuun ben voor woorden. Dus ik nam alleen maar de formatie waar die ze aannamen. En ze lieten gewoon een opening vallen die ik zou kunnen pakken als ik echt door zou lopen. En onderwijl had ik van mijn sleutelbos een boksbeugel gemaakt. Ik heb een sleutelbos en er zit een zwaar dingetje aan, doe ik in mijn hand. En laat al die sleutels eruit steken. En dan gaan we even kijken wie het beste kan mikken. Ik heb vroeger gebiljard, weet je nog. En ik ben door dat groepje heen gezwommen, zou je bijna kunnen zeggen.
Want er was er nog eentje die deed een stap opzij. Maar ik had al verwacht dat hij dat zou kunnen doen. En ik glipte er gewoon langs. Ik heb me niet omgedraaid. Ik heb de pas erin gehouden. En op dat moment dacht ik, mooi, daar ben ik vanaf. Voor hetzelfde geld waren die drie klojo's dezelfde klojo's die mijn vriend Perry zijn bril hebben gemaggeld, hem op krukken hebben laten lopen en een stelletje blauwe plekken. Want meneer maakt tekeningen. Voor hetzelfde geld heb ik mijn taak verzaakt. Ik weet het echt niet. Maar wat ik wel weet, is dat... Oh, dat is er ook zo één. Dat ik laatst in de nacht naar huis liep. Ik keek naar niemand. Ik zie een groepje bonkraagjes staan. Met z'n vijven. Het zijn... Je hebt dus die lafaards, die durven alleen met z'n drieën. Ja, 3-1, want het is een Nederlander en daar moet je voor oppassen, want wij zijn bondkraagjes en wij kunnen dat gewoon niet. Dus we hebben er altijd 3 nodig voor 1 Nederlander. Lafaards heet dat. En dan stonden er 5. En die gingen roepen naar mij. En ze noemden mij kerel. Hey, kerel. Zal ik je uitleggen wat kerel betekent? Wij hebben in het Nederlands een heel duidelijk onderscheid tussen het een en het ander. Dus wij beginnen met het begrip mens. Dat betekent denkvermogen. Laat het even op je inzinken. Het vermogen tot denken. Daar kan je nog niet over nadenken. De krokodillen, kan je zeggen, ja, die snappen het ook wel. Maar wanneer is de laatste keer dat we een ansichtkaart zagen van een krokodil die een dankjewelkaart stuurde naar de krokodillenboerderijhouder? Nooit. Heb je ooit een kaart gehad van je hond? Dankjewel voor al die keren dat ik per ongeluk moest schijten en toen heb je het opgeruimd en ik kreeg geen klappen. Wij mensen hebben het vermogen tot denken. Dat betekent niet dat ieder mens denkt. Dat is vreemd. Ik heb recentelijk heb ik iets van 20 wietzaadjes in de grond gestopt. In een grondbak hier. Ik heb zo'n bakje op mijn balkon. Ja, tot nu toe heb ik er 2 uit zien komen. Yeah. En die andere 18 niet. Nee. Ze kunnen gewoon helemaal niet denken. Dat zijn nog steeds mensen. Ik heb nog steeds wietzaadjes in die bak zitten. Heus, je vindt ze nog. Het zijn wietzaadjes. Maar ze zijn niet uitgekomen. En dat onderscheid in het Nederlands is dan dat je mens hebt. En dat is het wietzaadje in deze allegorie. Dat stop je in de grond, je zorgt voor goede omstandigheden, maar of het uitkomt, ja, weet je veel. Nou, en als het uitkomt, dan heet dat man. Die mensen hadden ook naar mij kunnen roepen, hey man! En daar hou ik ook niet van. Dat lijkt op human. Hoezo schreeuw je naar mij? Waar is dat voor nodig? Ik ben op weg naar huis. Ik heb mijn calamaris gekocht. En ik ga nog even wat doen. En morgenochtend ga ik gezond weer uitslapen. Waarom roep je naar mij? En zij gebruikte dan het woord kerel. Kijk, kerel? Is dat Jiddisch of zo? Maar dat woord kerel, dat gebruik je voor iemand die... wegzakt
in zijn emotionaliteit. Je zou kunnen zeggen zijn yin-heid. Zijn donkere kant. Zijn van, oh man, ik vind het helemaal niet meer leuk. Tegen zo iemand zeg je, hey kerel, sta op. Sta op en wandel. Zo zeg je ook bijvoorbeeld, hey klootzak. Of eikel. Dus kerel, klootzak, eikel. Je hebt ook zo'n woord, dat heet Caucasian. Kak, kak, kak. Kerel. Dus die eikelino's, die absolute homo's in mijn ogen, hoor. Wat zit je je te vermoeien in Nederland? Om dan iemand als Perry van Sissix Martinez Winkel, die hier ook nog fucking allochtoon is. Ik moet tegen alle Arnhemmers eerlijk opbiechten dat ik helemaal niet uit Arnhem kom. En dan kijken ze me allemaal van top tot teen aan van, oh, je komt hier niet vandaan. Nou, wat heb je dan te brengen hier? Ik ben hier een fucking allochtoon. En die homo's, in de slechte zin van het woord, ik weet niet wat ze missen. Die drie jongens die dachten dat ik seks met ze wilde of zo. Waarschijnlijk wilden zij seks met mij. Nou, leuke gefeminiseerde kerels en dat. En dan gaan ze ook nog mijn vriend Perry in elkaar mappen. En om het nu even heel erg vrolijk te maken. Want daar houden jullie toch van. In de Bijbel, daarin wordt gesproken over een einde der tijden. En ik zeg jou dat het mij niets zal verbazen als zo dadelijk iedereen zich bewust is van de voltooiing van het einde der tijden, dat mensen gaan zeggen, oh wat leuk. Dan beginnen we nu weer bij Genesis 1, vers 1. Met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En voor de rest natuurlijk helemaal hetzelfde. Ja, ja, natuurlijk, ja. Maar dan wel weer anders, hoor. Het wordt wel beter. Het wordt interessanter. Het wordt steeds moeilijker. Maar in het einde der tijden, dus dat is het boek Openbaring. Boek Openbaring geschreven door apostel Johannes, maar door Johannes. Ik wil niet de Bijbelschriftgeleerde uithangen. Johannes heeft dat geschreven, zo wordt gezegd. Op dat eiland, in zijn eentje. Dat hij eigenlijk als een soort, dit is grappig bedoeld, hè, maar als een soort spirituele exercitie zat hij dus op dat eiland en dacht van, heren, heren, wat zal ik schrijven? Dat is ook beter aan Johannes dan aan Ignatius de Loyola, waar ik het over had. Want Ignatius de Loyola, wat heeft die opgeschreven? Dus, ik vind het helemaal totaal niks. Een hoop geld, een dure familie. Als je bakken met tijd en aandacht. En wat leeft het je op? Wat levert het je op? Terug naar Johannes, het boek Openbaring. Daarin wordt gesproken van een Armageddon. De oorlog der oorlogen. En als je goed oplet, dan zie je dat ze niet alleen in Amerika, maar ook hier in Nederland aansturen op zoiets. Want dit kan niet langer. Het is belachelijk om als Nederland te accepteren dat mensen zoals ik en mijn vriend Perry te pas en te onpas door jonge lafaards worden aangevallen en ik heb geen Walter P22. Of een looie pijp. Die oorlog, die moet er komen.
Want anders komt Christus niet terug. Dan wordt het nooit meer veilig hier. Mijn dochter is niet bang. Ik weet nog een keer tegen haar, zei, de afspraak was altijd, ik kom voor het donker thuis. Zij dus. Je mag naar buiten, maar je bent geen jongetje. Dus voor het donker thuis. Nou, toen kreeg ze een vriendje. En toen werd de regel anders. Want als haar vriendje haar thuis zou brengen, dan mocht ze, dat maakt mij niet uit. Ik heb mijn dochter altijd de vrije teugel gegeven. En dan ben ik achteraf bezien. En vooraf wist ik dat al. Erg blij mee. Nou, toen kwam er een dag en toen zei ze, ik wil naar mijn vriendje. Ze hadden al gegeten. Ik wil nog naar mijn vriendje. En ik ben om 10:30 thuis. Nou, het was september, oktober. Of nog iets later. Het zou in ieder geval donker zijn. En ik zei tegen haar, dat is de afspraak niet. Als hij het leuk vindt dat je naar hem toe gaat, dan moet ze helemaal de bult op hier. Dat is ook wel goed voor haar benen. Dat is wel prima sport. Ik ben er op zich niet op tegen. Maar zei ik, als hij leuk vindt dat jij helemaal naar hem toe komt fietsen, de bult op, dan brengt hij jou ook maar thuis. Dat lijkt mij een deal, toch? En toen keek ze me heel serieus aan en zei ze, nee, dat gaat niet, want hij is ziek. Dat kan ik hem niet aandoen. Toen hadden wij een conflict. En ik zei tegen haar, van poepie doepie, of Nientje Pientje, ik noem mijn kind niet bij de voornaam, af en toe, maar dan weet ze ook van, je moet niet de hele tijd Wolf schreeuwen. Ik zei dus tegen Nientje Pientje van, als jij verkracht thuiskomt, dus onder de blauwe plekken en al die andere rotzooi er ook bij, dan ben jij niet de enige die een probleem heeft. Dus dat gaan we niet doen, hè. En zij droeg in die tijd soldatenkistjes. Maar hele mooi hoor. Van die modieuze. Niet dat ze er stom uitzag of zo. Hele mooie modieuze soldatenkistjes. Maar wel soldatenkistjes. Zware schoenen. En zij stond naast mijn bed. Ik zit altijd in mijn bed. En ze stond naast mijn bed. En ze zei, nou, als me zo'n situatie overkomt, dan doe ik dit. En ze zwaaide haar rechterbeen omhoog, ter hoogte van haar schouder. Nou, dan kan je wel voelen wat je dan voelt als man, wanneer zo'n kracht bij je ballen aankwam. En toen zei ik, oké, you are dismissed, number one. En dat laatste is van Star Trek. Kijk maar eens naast, best leuke uitzendingen van die vrijmetselaars. Dat is ons recht. We hebben het recht om onszelf te verdedigen. En er zijn een aantal families hier neergestreken en die voeden hun kinderen op tot criminelen. Die families, in de Bijbel staat dan, beschadig, vermoord ze, dood ze, dinges, wraak ze niet. Wel staat er, laat zien wie het zijn. Noem die mensen bij naam. Adressen, waar ze wonen. E-mail. Afkomst. En die criminelen moeten eruit. En die ongelukkige jongens. Stuur ze terug naar het land waar het voor hun clan begonnen was. Laat ze de draad weer oppakken bij de plek waar ze de draad kwijt zijn geraakt. En ga niet je heil lopen zoeken hier in Nederland en de hele tijd lopen treuren dat al die leuke blonde meisjes, al die leuke dingen, juist die hele mooie, ja,
die doen het alleen met Nederlanders. Een uitzondering daar gelaten. Maar dan moet je echt een lucky bird zijn, man. Ik weet een anekdote van een, dat was een Marokkaanse jongen. En die vertelde heel trots tegen zijn ouders dat hij een Nederlands meisje had gescoord. En zijn ouders zeiden heel bezorgd van, ja, dat meisje kan niet veel voorstellen. Stilte. Zij zeiden, die Marokkaan vertelde dat mij. Zijn ouders zeiden tegen hem, van alleen meisjes van, ja, die helemaal omlaag gevallen zijn. Je kan ook zeggen dat het gevallen engeltjes zijn. Hè? Dat je er wel goed voor kan zorgen. Maar alleen die gaan daten met Marokkaantjes. Dus beter neem je een Marokkaanse vrouw. Want die Hollandse vrouwen, die net zo zedig zijn als onze Marokkaanse vrouwen, ja, die trouwen met Hollandse mannen. Het cultuurverschil tussen Marokko en Nederland is heel groot. En kan dat overbrugd worden, is dan de vraag? Ja, natuurlijk. Als we allemaal Nederlander worden, hier in Nederland. En zo dadelijk zo'n familie, zo'n clan, de mismatcht wel. Het wordt alsmaar blanker. Want al die mensen met heel veel pigment hier, die worden opgeruimd. Die krijgen klachten. Veel te weinig zonlicht. Voor die mensen. Dus die clans, die families, die moeten wel blank worden. Dus er hoeft helemaal niemand weg. Behalve Joris Demmink, Prins Pils, nee, wat is die naam? Maar die van die Prins Pils van Marokko. Haal die weg. Als je die rotzooi eruit haalt. Dat Vaticaan moet weg. Maar dat Zwitserland. Zwitserland moet zelf een eigen probleem oplossen. En dat wordt de Armageddon. Dus wij gaan Joris Demmink pakken. En Prins Pils. En die andere klojo's. En niet dat je ze moet doden. Doe dat niet. Er zijn omstandigheden waarin je mag doden. Waarin dat nou een keer gaat. En dan hoef je je daarover achteraf niet schuldig over te voelen. Maar dood die mensen niet. Heb geen wil tot doden. Laat die mensen gewoon. Er is aarde genoeg voor ons allemaal. Ik heb heel veel berekend. Ik ben landbouwkundig ingenieur. Ik ben geen klojo. Ik heb bij de Jezuïeten gestudeerd. Als je deze aarde aanpakt. En we gaan iets positiefs doen met klimaatverandering. Zodat het. Ja, een paar keer per jaar echt lekker regent in de Gobi-woestijn. En dan krijg je daar waterfonteinen, daar kunnen kinderen in spelen. Ja, dan laat je gewoon geiten klimmen. Watermeloenen. ...70 miljard mensen kunnen hier wonen. Niet als wij niet snappen dat oorlog voeren geen dagelijkse bezigheid dient te zijn. Wat het nu wel is. En daarom moet Armageddon komen. Wij moeten één keertje echt fel uithalen. Dat er echt alles achterover ligt. En dan nemen wij de boel over. Maar dat kan pas als wij met meerdere snappen dat de tweede
komst van Christus Jezus aanstaande is. Wij zijn zijn bruid, of zo. Dus die moet komen. En dan bedoel ik letterlijk komen. En de oplossing die ik momenteel zie, maar jullie mogen daar van alles aan toevoegen, is paintballen. Ik heb gekeken man op internet.paintball.com of zo. Ja, dat kost geen drol man. En allemaal een iPadje, ja. Of wel weet ik wel, een mobieltje, een appje. Ja. En dan het commandocentrum. Ik heb dus een locatie. En die man, die heeft up and down. En we kunnen wisselen van IP-adressen. En we kunnen een honeypot maken. Dus dat zou helemaal leuk zijn. Als ze in de gaten krijgen. Waar de locatie, dat kunnen ze alleen via IP-adressen. Dat wisselt de hele tijd. Maar dan kunnen ze inbreken. En als ze dan inbreken, dat je dan een honeypot klaar hebt staan. Een honingpot. Dus dat is een manier om een beer te vangen. Dus je hebt een pot en dan zit allemaal honing in. En die beer gaat zo ook met zijn hand in die honingpot. En die wil zijn hand eruit halen. En dat lukt dan niet. En, apen kan je ook zo vangen. En het scenario... Heb ik, dus niet, ik kan het zelf niet bewerkstelligen hoor, maar ik ken mijn, ik heb mijn contacten dinges, in die lowlifes. Wat je dus kan doen, je simuleert gewoon operating systems. Dus je doet net alsof het adres, het IP-nummer, dat dus een hele conglomeraat is van computers. En dat ze echt denken van, wauw! Allemaal nerds. En die gebruiken een Apple 2C nog. Of zo. Hè? Of IBM dinges. Vooral met die Microsoft meuk. Kan je zo ontzettend lachen. Als je dat één keer snapt natuurlijk. Hè? Maar daar kan je van alles mee doen. Dus dan heb je gewoon een server. En die is dan weet ik veel Windows 95 compliable. En dan transitional naar 2000. En dan gaan ze inbreken. En dan kan je gewoon gelijk zeggen van... een van de blauw schermen met witte letters doet er helemaal niet toe. En dan doe je gewoon missing DLL. Huppeltje pup. Hè? Please contact the service administration. Of de helpdesk of zo. Een leuke tekst, weet je. Of please contact the helpdesk at the known telephone number. Geen informatie vrijgeven, maar gewoon een typische Windows-mededeling. You can find the service desk help number on www.microsoft.com. En dat staat er dan. En dan doe je een lege regel. En dan zet je eronder. Or, you can download this DLL, which is not... which is a preliminary distribution of zo. Dat je een beetje zegt van, je kan deze DLL wel pakken. En of het dan werkt, weten we niet. Dat moet er staan. Hè? Dus geen guaranteed download. Hè? Dus you can download the DLL immediately. According to legal judicial rules, we cannot... guarantee the works of it. Zoiets. Het lijkt een beetje open source, zou ik zeggen. Maar dan niet dat er open source staat, want er is helemaal geen open source. Ben jij gek? Dat is de meest geheime code die er is. En als dan zo'n klojo, want je hebt al lang in de gaten welk operating system het is. Hij draait Windows, huppeltje pup of zo. Of hij draait een... Met Unix en Linux is dat wat moeilijk. Maar ze werken toch met Windows. Dus wat maakt het uit? Ja, en die Windows jongens heb je zo te grazen. Die flikkeren die DLL op de machine. En dan pop. Dan gaat de camera aan. Zonder dat het lampje gaat branden.
En dan gaat de microfoon aan. Zonder dat hij dat in de gaten heeft. Nou, dan maken wij dat dus. Dan krijg je wel twee streams van. Dus je krijgt die stream binnen van de video. En de stream van de audio. En die moet je dan wel een beetje gaan matchen. Dus maar in Unix of Linux kan je dat zo een beetje schuiven. En dan maak je perfecte video van. En die ga je gewoon verkopen als internetporno. Van kijk eens wat voor sukkels er aan het inbreken zijn. Ze komen er nooit achter. Dus als je het goed doet. Okay, als jij een router hebt. Je hebt een internet dinges overeenkomst. Dat is een kastje. Dat kastje heeft een nummer. Dat heet een IP nummer. Internet protocol number. Dat nummer dat wordt geaccessed. Dat wordt dus toegang toegevraagd. Door je provider. Degene van wie dat kastje is. Ik heb hier een kastje. Dat is van online. Dat is hun kastje. En zij, dat noemen ze pollen of zo, of pingen. Zij bestuderen dat kastje regelmatig om te kijken of ik een service upgrade moet of whatever. Maar zo kan jij ook naar zo'n kastje. Van de NSA dus ook. En dan zien ze. Als ze goed genoeg zijn en ze moeten wat codes hebben of zo, dan kunnen ze inbreken. En dan kunnen ze je hele netwerk zien. Moet je rekening mee houden. De andere kant van het verhaal is dat je zelf kan streamen. Je kan dus. Je kan het zien als negatief. Mensen kunnen bij me binnenkomen en die kunnen van alles zien. Zo. En dat mag ook helemaal niet. Je moet de machines die publiek zijn, die hou je publiek. En de machines die niet publiek zijn, die hou je voor jezelf. Dat is een heel gehannes hoor. Daar heb je een IT-expert voor nodig. Zonder meer. Maar zo kan je van elk huis een commandocentrum maken. Het punt is dat die IP-adressen die hebben allemaal straatnaam, huisnummers en zo, postcodes. Dus als je echt vervelend wordt naar de mening van de mensen die het niet leuk vinden dat de misdaad wordt opgeheven. De mensen die bang zijn voor de Armageddon, want dan gaat hun vermogen eraan. Dat is zonder meer. Dus wij maken koningin Beatrix. Maxima. Die hoeft helemaal niet dood. Maar niet meer tegen ons bullcrappen. Dat moet opgehouden worden. Mark Rutte moet zijn mond houden. Je krijgt gewoon 10 kisten bier. En een kot ergens in de achterhoek. En dan. Geef hem 1 krat bier per maand of zo. Beetje, ik weet niet of die rookt. Maar Mark Rutte mag ergens gaan wonen. Maakt me niet uit. Maar terug naar die Armageddon. Kijk, je moet een commandocentrum hebben. En dat kan je gewoon maken met een persoonlijke. Als je een providercontract hebt. Moet je even aankruisen of dat mag. Dat kost je dan wat extra's in de maand of zo. En dan kan je van binnenuit kan je gaan doordingen ze. Of je haakt in met een echte Unix, Linux expert. Heb je het ook zo voor elkaar. Dus dan maak je een commandocentrum. En dat is niets meer als een centrale database. En dan moeten vergaderingen zijn over het interface. Dus wat wil je weten? Want we gaan ze paintballen. En we willen dat er punt 1 niet misgeschoten wordt. Dus dat betekent dat iedereen die meedoet, die heeft zichzelf bewezen aan de groep dat hij raak schieten kan. Je hebt ook van die flapperaars en die worden zenuwachtig. En dan raak je niet Joris Demmink, maar dan raak je
raak je tante Gerda, de tante van Pieter Jansen. En dat was niet de bedoeling. Dus je moet wel raak kunnen schieten. Dat was de eerste zorg. En de tweede zorg is dus dat als je dit gaat doen, het heeft geen enkele zin om alleen Joris Demmink te paintballen. Dat maakt geen indruk. Dus wat je moet doen is, je moet een timing hebben. Je moet in feite van tevoren de hele planning klaar hebben. En er waren vroeger van die LP's en die kon je kopen, noem ik dat maar, want het was veel te duur. En die heten alle 13 goed. Je moet er eigenlijk 13 pakken als eerste. En dat 13 keer. En ik denk dat ze dan lam geslagen zijn. En dan breekt de pleuris uit. En het aantal christenen, het aantal bijbelgelovende christenen in die tijd, nadat de Armageddon heeft plaatsgevonden, die naar mijn hart het liefste begint in Nederland. In samenwerking met de Molukkers, in samenwerking met de Suri's, in samenwerking met de Indo's, in samenwerking met de Koerden. Dan maken we Nederland vrij van die aankomst. En dan kunnen ze gaan treuren bij de Tiber, zo, bij Georgetown. By the rivers of Georgetown, there we sat down. Yea, hey, we wept when we remembered Babylon. Gaan ze daar zitten. Trouwens, die mensen willen graag naar de maan. Ja, laat ze daar naartoe gaan. John F. Kennedy had moeten zeggen, ik ben de eerste die naar de maan gaat. Ah, John F. Kennedy niet. Jammer dat hij doodgeschoten is. Was een mooie man. Hey, dank jullie wel voor dit luisteren. Want heb ik nog iets toe te voegen? Want wacht, oh nee, ik heb nog wat erover te mekkeren. Kijk, als je dus gaat paintballen, hè? Het heeft ook geen enkele zin om iemand te paintballen terwijl niemand dat ziet. En dan denk je nu natuurlijk, Perry, wat een onzin! Nou, dat is helemaal geen onzin. Dat is een grote filosofische vraag. Want, en die luidt letterlijk, als er een boom omvalt in het bos, dat gebeurt hè? Zo'n boom is helemaal uitgegroeid en te veel volgescheten. Gewoon ja, niet zo'n gelukkige winter gehad. Een beetje voetrots of zo. En dan komt er dus een windvlaag of een turbulentie of whatever. En die boom denkt, wow. En niemand is daarbij. Is die boom wel omgevallen? Dus, als je gaat paintballen, dan moet je daar toeschouwers bij hebben. Nou, die toeschouwers, die hebben allemaal een overchipkaart betalingsellende. En je kan niet van iedereen verwachten dat hij dat zelf kan betalen. Dus er moet ook een soort tante Gerda zijn met een kas. Die zegt van, nou, hier heb je zoveel en dan kan je toeschouwer zijn. Nou, je moet je eigen iPhone bij je hebben of je Samsung, maakt niet uit. Je moet het hele plan ook weten. Je moet precies weten hoe laat, wanneer. Hoe laat en waar. Ja, hoe laat en waar natuurlijk. Wat een slecht Nederlands. Maar misschien welke datum? Is het in de zomer? Is het in de winter? Je moet ook plannen. Dus wanneer is eigenlijk ook wel goed. Wanneer ongeveer. En dan ben je toeschouwer. En jij moet dan je iPhone mee hebben van Samsung. En dan alsjeblieft
niet rechtop filmen. Don't go that way. Altijd je camera horizontaal houden. No vertical recordings, please. En je moet erbij zijn als toeschouwer. Een toevallige voorbijganger. Nou, je neemt je filmpje neem je gewoon op. En je kan weer terug met je OV-chipkaart. Of er is iemand met een Renault Clio. Dat kan ook. Dus in één Renault Clio kunnen 3 toeschouwers, als het volwassenen zijn. Als het wat dunnere zijn, dan kan je 4 toeschouwers in een Renault Clio stoppen. En die chauffeur lekker chauffeuren. En die hoeft alleen maar te chauffeuren. Nou, wat kost dat? Waar gaan we naartoe? Renault Clio, dat draait 1 liter benzine op 13 kilometer. Misschien wel meer. Minder, hè? Meer kilometers per. En dan moet je daar naartoe gebracht worden als toeschouwer en je moet alles filmen. Je bent toevallig voorbijganger. Ze kunnen je niet arresteren. Je hebt er niks mee te maken. Je staat het geheel alleen maar te filmen. En als alles erop staat, dan is het zo snel mogelijk weg. Als alles erop staat. Een enkeling die kan achterblijven. En misschien zit die enkeling wel hoog in een gebouw met een statief. En een camera die kan zoomen. En dan neemt hij de laatste beelden nog op. Nou, dan moet iedereen naar huis. En weer terug in de Renault Clio. Of met je anonieme OV-chipkaart. En dan al die data bij elkaar. Dat pleuren we omhoog. Gewoon via YouTube. En iedereen lachen, jongen. Dan heeft Joris Demmink maar een keer een blauwe plek. Wat denkt die Joris Demmink wel niet? Oh, ik ben Joris Demmink en hou graag Perry Franciscus Martinus. Winkel voor de gek. Echt niet. Waar mensen zoals Joris Demmink zich in vergissen, is dat in de Bijbel het woord van God staat. En die Armageddon, die is nodig. Die is nodig voor ons om te leren dat oorlog gaan we nog 1 keer doen. Wij zijn oorlogsverslaafd, kunnen we zeggen. En we gaan nog 1 keer oorlog doen. En dan is het afgelopen. Dan doen we het nooit meer. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het is een oproep aan iedereen die ofwel zelf kan paintballen, zeker dat je een tante bent met een neef die kan paintballen en jij hebt een Renault Clio. Take him down. Laat ze een poepje ruiken. Het is de allerhoogste tijd, naar mijn mening. En ik ben een beetje een snelle jongen. En ik vind. Maar het is wel fucking 2000 jaar geleden dat Christus Jezus voor onze zonde gestorven is aan het kruis. En dan mag er wel een keertje wat gebeuren. Blijven we tot het jaar 16.000 lopen wachten op de terugkomst van Jezus Christus? Zeker Christus Jezus. Denk je dat hij in deze tijden terug zou komen? Wij allemaal een beetje naar tv kijken. En tv-man, Hollandse Next Topmodel. Hey, Christus Jezus, hallo. Nou, ik stem voor Christus Jezus hoor. Maar die anderen niet. Er moet iets gaan veranderen.
En het leukste is toch paintballen? Ja, kom op. Take him down. Ik denk dat als je. Dus we hebben het gehad over die voorbereiding en die afvoering. Hè? Er moeten dus mensen zijn. En die zijn alleen maar chauffeur. Die moeten ook voor de auto zorgen. En niet dat dat ding niet wil starten. Net als de ME eraan komt hollen. Hè? Want dan ben je de pokkiedibok. Je hebt gewoon iemand die is gewoon chauffeur. En meer niet. En dat kan een dame zijn. Zelfs beter een dame. Want die komen onschuldig over. Een dame met een watergolf in haar haar. Of weet ik veel. Nog beter. Een oudere dame. Of een dame die gewoon van zichzelf al oud is. Sinds ze haar rijbewijs heeft. Nou, die moet je hebben voor de transporten naartoe en van terug. Of je gaat met het openbaar vervoer. Maar dan moet je allemaal anoniem over chipkaarten hebben. En dat kost allemaal klauwen mijn geld. Dat heb ik uitgelegd. De auto doet er niet toe. Die moet opgeknapt zijn. Die moet helemaal werken. Koelvloeistof moet het doen. Maar gewoon de basics. Ruitenwisservloeistof gewoon volop aanwezig. Geen verkeersovertredingen maken. Valt alleen maar op. Dus dat is het transport. Nou, de jongens die moeten schieten, die moeten getraind zijn. Echt. Die moeten aanleggen. En dan zou ik het doen zoals John F. Kennedy gedaan hebben. Namelijk vanuit meerdere hoeken. En daarvoor moet je een inspectie maken van de omgeving. Ja, dat wordt lastig. Hè? Want daarvoor moet je... Er is bijvoorbeeld een flatgebouw. Hè? En jij ziet een perfecte plek om aan te leggen. En die mensen, als die naar buiten komen en die zien jou met een paintballgun lopen aanleggen, dan gaan ze gewoon... Dus dat moet je niet hebben. Dat wordt overleggen. Dus dat wordt echt aanbellen. En goedendag zeggen. Je kan een appeltaart meenemen. Lust iedereen. Zo'n beetje. Baklava. Je wil een cadeautje bij je hebben. Kennis maken met die mensen. En dan moet de politicus in kwestie, die moet op moment X naar buiten geleid worden. En het liefste zou ik daar een vrouw voor hebben. Ik dus gewoon persoonlijk, niet dat ik een vrouw wil. Een vrouw voorzien, moet ik zeggen. Ergens rond de 30. Maar die zijn er toch wel. Je hebt ook vrouwen van tegen de 40 en die zien er nog steeds uit alsof ze 30 zijn. Een beetje sexy. En die vrouw die leidt die politicus naar het schotspunt. En zij heeft natuurlijk een beperkte kring, een beperkte cirkel waarin ze die man binnen kan brengen. Zij kan ook niet alles, dus die schutters moeten daarom ook meerdere hoeken hebben. Dus die man die komt de vergaderzaal uit en die vrouw die heeft dan een microfoon die het gewoon doet. Hè? Of een iPhone. En die gaat die man interviewen, die leugenaar. En onderwijl leidt ze die man binnen de schotscirkel die bereikbaar is vanuit alle drie de hoeken. Of 4 of 5. Het commandocentrum kijkt live mee. Dat kan makkelijk. En al die jongetjes hebben, of jongens, mannen, vrouwen, mag ook voor mij. Hè? In de Koran staat dat in het leger van wat wij noemen de Heere Heren, in het leger van de Heere Heren, daarin dienen 99 mannen en 1 vrouw.
Misschien moeten we een vrouw als commando nemen. En het commandocentrum zegt dan fire at will. Of fire. Fire. En dan is het toetetoe. En de presentatrice, dus de vrouw die ook, die moet ook zichzelf filmen. Zeggen, ik ben gewoon een vrouw, je zit lekker. Ja. Je mag gewoon zeggen, zij moet de hoer lopen. En dan 3 van die paintballs erop. En dan door blijven filmen totdat de ME komt en de pleuris uitbreekt. En dan wordt het terrein afgezet. En precies voor die tijd ben je pleiten. Want anders wordt je iPhone in beslag genomen als presentatrice. Ze pikken het gewoon af. Want zij snappen ook wel dat ze het slachtoffer zijn van een geniale operatie. Ze worden helemaal wild. En jij moet gewoon zo snel mogelijk tussen de hekken doorlopen. Ja, misschien moet je wel een capuchon bij de hand hebben. Of dat je je jas binnenste buiten kan draaien. Zo snel mogelijk weg. Of je hebt, wat je ook kan doen, dat is dat er iemand klaar staat met een invalide wagentje. En dan ga je zo snel mogelijk in het wagentje zitten. En dat doe je net als Stephen Hawking. En die man achter jou, die jou komt afvoeren van de crime scene, want dat is het. Hè? Je hebt een, die arme politicus, die heeft alleen maar zijn hele leven geleefd van de leugen. En die heb je ook nog blauwe plekken gegeven. Nou, maar dat is erg. En dan word jij gewoon afgevoerd. En je gaat een beetje met je hoofd. En dan doe je net alsof je iPhone, dat zo'n stemapparaatje is van Stephen Hawking. En dan ga je gewoon tegen die Ik wil het universum, dat is één groot systeem. En dan word je zo langsgelaten. En dan ben jij thuis. En dan gelijk filmpje, hoppakee. En dan via 30.000 Facebook kanalen of zo. Iedereen kan erbij. En dan hebben we de eerste gehad en dan moet je de volgende hebben. Maar je snapt nu al, dat is een tijdvoorbereiding. Oei. Want iedereen moet op tijd klaar zijn. Er moet een plan vooruitgeschreven worden. Je kan niet zomaar in het Wilde Westen. Je kan niet zomaar net als in het Wilde Westen er in de rondte lopen knallen. Dat heeft niet zoveel zin. Aan de andere kant, hoeveel tijd kost dat nou? Dat is een les die ik geleerd heb van de drummer van mijn band. Toen moest er. Was in onze repetitieruimte. En hij heeft gekozen voor het bouwvakkervak. En ik zou hem gaan helpen. En die oude dingen moesten eruit. Het was heel rommelig. Van die verroeste schroeven. Nou, en ik zo draaien. En hij draaien. Dan kregen we die ene schroef niet los. Hè. En toen zei hij tegen mij, maakt niet uit. Pak de volgende schroef. Kijk maar hoe ver je komt. Nou, ik draaien. Daarna hij weer draaien. Nou, die ging een beetje los. Nou, toen de volgende en de volgende. Uiteindelijk hadden we de makkelijkste schroeven. Die waren eruit. En toen pakten we die hele moeilijke schroef. Die deden we als laatste. Maar die ging eruit als een gebed een ouderling ingaat. Ik was een meest. Ik dacht echt van, oh, je moet de allermoeilijkste als eerste. Als het die al niet lukt, oh, huilend naar huis. Nou, pak de allermakkelijkste. Stel voor jezelf een lijstje op. Wie is het makkelijkste te pakken? Te duiden. En het mooiste zou zijn als er gewoon 13 gepakt worden. En dan een tijdje stilte. En dan krijg je heel gekakel. En dan ga je gewoon kijken wat ze allemaal doen. En dan weet je gewoon gelijk de volgende. En gewoon 13 keer 13. 169.
Dan heb je het gehad. Dat is de hoop die ik heb. En dank jullie wel voor het luisteren. En het schijnt dus Hamburgs te zijn dat ik tjus zeg. En ik ga niet beginnen over wat ze gedaan hebben met Hamburg. Maar daar ben ik ook nog een partijtje pist over. En dat komt een volgende keer wel aan de orde. Dus jullie allemaal je paintballkun gaan poetsen. Of je kind naar paintballkun dinges vereniging te sturen. En anders maar een balletjespistool. Dat kan je ook doen. Je kan Joris Demmink ook gewoon met een balletjespistool. Dat zou leuk zijn. 13 kinderen. Die dan allemaal een balletjespistool hebben. En Joris Demmink, ja, die heeft een veiligheidsbril. Hè? Dus dat, wat maakt het uit? Hè? En dan 13 kinderen. Gewoon. Ja. Met die gasgeladen balletjespistolen. En dan zal Joris Demmink ook gaan denken van, Perry? Who the fuck is Perry? Dat is het oude Nederlandse liedje. Alice, who the fuck is Alice? En dan ga ik tegen Joris Demmink zeggen, ja, mijn artiestennaam was De Hufter. Het punt is dat ik, moet ik zo lachen, maar ik ben met mijn tengels van mensen afgebleven. Vrouwen ook, hoor. Ja. Hey, dus dag liever. Nee, dus tjus. En dag liever.